Edward en Alex van Halen. Jullie komen uit Nederland, hè? Oh, film maar. Hoe gaat het, Kees? Jullie zijn in Nederland geboren, waar? Hier in Amsterdam. We hebben in Nijmegen opgegroeid. En wanneer zijn jullie geëmigreerd? Ongeveer 10, 11 jaar geleden. Vader en moeder wouden in het land van de sinaasappels wonen, of de zon, weet je wel. Ze gingen naar Californië, want we hadden al andere familie die daar woonde. En ze zeiden het mooi steeds weer. En ze zeiden dat je de vruchten van de bomen kon plukken en alles is heel goedkoop. Dus zijn we daar naartoe gegaan. En jullie vader zit ook in de muziek, hè? Ja, toen we hier woonden speelde hij met Josh Kleber en Snip en Snap en ook verschillende muzikanten. En toen we hier woonden, Alex en ik allebei begonnen al piano te spelen. Dus toen we naar de US zijn verhuisd, begonnen we in rock'n'roll. En jullie hebben vrij hard gewerkt voordat jullie eindelijk succes hadden, hè? Maar het succes kwam wel in één keer. Ja, vertel eens wat over. We hadden ongeveer voor 5 jaar gespeeld in de bars, de clubs, de scholen, weddings. Overal waar we konden spelen met de band die, hoe het nu is. Maar voor die tijd waren Edward en ik altijd samen in verschillende bands. Ik speelde ook met mijn vader, jazz en ook in Amerika in de Hollandse club. De AVO club, weet je wel. Ja. Was het voor jullie moeilijk om na de eerste LP met een opvolger, een tweede LP, te komen? Nou, eigenlijk niet. Ik moet niet vergeten dat de eerste LP, die 10 liedjes, waren gekozen uit ongeveer 40 liedjes die we al geschreven hadden. Dat is niet te zeggen dat deze tweede plaat allemaal oude liedjes is, maar toen we in de studio waren, ging alles zo makkelijk dat de helft van deze liedjes ging geschreven in de studio. Dat was de tweede plaat. Yeah. Hoe lang duurde de opname? Deze laatste 10 dagen. In de eerste 3 weken, omdat de eerste keer was dat we in de studio waren. We waren niet gewend. Het was veel vlugger. Geeft het jullie een speciaal gevoel om in Nederland te spelen? Ja. Natuurlijk. Er zijn ook veel familieleden, hè, vanavond. Ja, ze komen allemaal. Oh, wow. Ja, het is goed om hen weer te zien. Jij hebt je gitaar zelf gebouwd, Edward. Ja, deze hier heb ik zelf gebouwd. $150. Veel goedkoper en veel beter. Wat is wat horen? Even wat horen. Waar gaan jullie nog meer naartoe dit jaar? We doen all of Europe. We doen Parijs, Engeland, Schotland, Holland, België, de US. We gaan misschien naar Zuid-Amerika. We doen Canada, Japan. Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, overal. Zijn jullie populair in Japan? Vooral de Noordpool. Nee, echt, in Japan is het, zijn ze helemaal... Nee, ik zal niet zeggen verknipt. Te gek. Ze zijn te gek, ja. Ze zijn wel tof daar, hè? Oh ja. Heb je nog iets te zeggen tegen jullie Nederlandse fans? Het is goed om terug te zijn. Ja, dat wij langer kunnen blijven, maar onze schedule is zo dat we niet we mogen alleen maar 1 dag blijven. Vergeet u wel onze fans niet in de toekomst? Ik niet. Oké, bedankt. Heel goed om terug te zijn. Help them dance that way out!